zeggen, want anders ben ik kwijt. Een mier rijdt op een motor. Yo, dames en heren, het is tijd voor een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. 4 uur, het is dinsdag en ik ben hier samen met de jongens van Bonken! Deze mannen zijn hier. Ze zitten op de achtergrond omdat ze uit de focus moeten zijn, omdat ze niet zo belangrijk zijn als ik. We gaan vandaag iets heel speciaals doen, namelijk de Whisper Challenge. Maar niet zomaar de Whisper Challenge. Nou, volgens mij wel gewoon zomaar de Whisper Challenge. Zomaar! Shit, je bent echt leuk. Ik ken hem waarschijnlijk van de parodieën die we doen. Praten, verhoudingsmemmen. Ja, want we moeten natuurlijk niet vergeten dat er nog twee boys zijn. Robin en Jesper. Maar goed, vandaag zijn we met een delegatie van 3. We gaan namelijk in een soort van estafette vorm de Whisper Challenge doen. Ik had het allemaal gaan uitleggen, maar ik kan het ook gewoon zien en dan krijg je het dan gauw genoeg door. We doen dit gewoon. Ik zit samen met Bart, we hebben de andere twee jongens even weggestuurd. Ik kom omdat ze niet mogen horen wat ik ga zeggen. Ik ga de headphones in mijn telefoon, dan ga ik muziek draaien. Bart gaat muziek luisteren, ik ga iets tegen hem zeggen. En dan moet je een soort van lip lezen. En uiteindelijk moet hij het helemaal doorpassen richting de andere boys. En uiteindelijk de allerlaatste, die moet de zin zeggen waarvan hij dacht dat ik het had gezegd. Holy shit. Ik denk dat ik je niet meer hoor zo. Als ik nu praat, hoor je me dan? Ben je begonnen nu? Nee. Oké, go. Ja? Bonkers is het meest verschrikkelijke YouTube kanaal wat ik ooit van mijn leven heb gezien. Volgens mij zei je Bonkers. Nee, ik mag het niet zeggen. Ik heb mijn zin aan jou gezegd, jij moet gewoon doorpassen aan de rest. Oké. Ja. Dus ik ga eigenlijk achteraan zitten. Jongens, kom maar! Ik doe gewoon de koptelefoon op je hoofd. Ja, en dan moet ik... Het is nog even een verrassing van wat voor muziek er komt. Mag wel harder hoor. Oké, wat komt hier? Bonkers zijn de meest fantastische YouTubers die ik ooit heb gezien. Ja, je moet dit zeggen weten. Ja. Ik heb hem gehoord. Ja, niet gehoord, maar... Oké, de vraag hoor. Ik heb zo'n idee dat dat niet de echte zin was. Hey man, we zijn een spelletje aan het spelen. Oké, ik ga naar de... Hoi me? Zijn we begonnen? We beginnen nu! Oké. Bonkers zijn de meest fantastische YouTubers ooit. Wat? Oké, nog één keer. Nee, wacht even. Nee, nog maar één keer. Wat? Echt? Ja. Wat is dit? Wat is de zin? Zeg maar. 3, 2, 1. Bonkers, fabuleuze mensen. Nee, het antwoord was van dit. Bonkers is het meest verschrikkelijke YouTube kanaal dat ik ooit heb gezien. Verschrikkelijk? Ik dacht fantastisch. Jij zou het zeggen. Nee, één van jullie moet... Kelvin, ik hou nog steeds van je, maar wel naar mij toe, dit komt nu in me op. Zo kan ik het niet zien. We beginnen nu. Ik heb het sowieso niet goed. Ik kan echt niet zeggen wat ik denk dat het is. Het slaat gewoon helemaal nergens op. Ja, ik ga gewoon echt eerlijk zeggen wat ik dacht dat het was. Maar dat kan het nooit zijn, want het slaat echt nergens op. Oh, ik was zo niet. Nee, maar ik heb het niet goed. Ik kom hier binnen en ik zie Noah's hoofd. Ja. En ik denk van dit kan echt niet goed gaan. Nou, Kelvin, is ook niet persoonlijk bedoeld. Je moet wel, als je me aankijkt, dan begin je toch? Dit is wat ik dacht dat Noah zei. Zeg nou, hij zit in het drop. Kelvin? Heeft een hondenkop. Mag niet nog een keer, hè? Nee. Dat is het. Ik hou van dit spel. Ik hou van dit spel. Het was echt een woorden. Ja. Wacht even hoor. Jouw vriend heeft een grote knuffel. What? Ben je gegeven? Dat zal ik hebben gedaan. Ik denk dat begin heb je wel. Maar dat verwacht ik ook wel een beetje. Ik heb dus letterlijk gewoon... Eén woord, die volgens mij best wel voor de hand lag, weet ik zeker. En voor de rest ben ik gewoon helemaal leeg. Kelvin, YouTube knuffel. Wat is... Je had hem goed nu. Ik zei... Kelvin heeft een varkenskop. Een varkenskop. En ik dacht Thomas met... Kelvin heeft een hondenkop. En ja. Jij met... wat ja, ik dacht dat jij zei, jouw vriend. Maar jij maakt er weer Kelvin van. Ja, dat is raar. Oh, sick. Klaar? Ik heb pindakaas gekocht in Noah's supermarkt. Succes! Oké, volgende. Heb je er iets van begrepen? Helemaal niks. Echt? Nou, het eerste woord, maar dat klopt ook sowieso niet. Slaat er niks. Ja, ik kan. Slaat er niks op. Been zit op een boot. Wat?
Oké, ik denk dat ik iets weet. Noah! Oké, ben je klaar voor? Ja, ja? Maar niet te hard zeggen. Oké. Ik ben een klein meisje op een boot. Oké, ik moet het direct zeggen, want anders ben ik kwijt. Een mier rijdt op een motor. Wat zei je nou? Een mier rijdt op een motor. Ik heb echt iets totaal anders gezegd. Ik dacht, ik ga gewoon met al die onderwerpen die raden jullie nu steeds. Ja. Ik ga gewoon iets heel random zeggen. Ik heb, ja, wat zei je dan? Op een boot. Ik koop pindakaas in Noah's supermarkt. Wat? En we weten ook alweer dat Kelvin is altijd een kleine meisje denkt. Ja, dus wij gaan er ook. Ja, 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 is goed. Oké. Okay. Doe maar. Dit is de laatste zin en deze ga je raden. Nou, ik denk dat ik hem best wel. Ja. Ik heb hem ook goed gearticuleerd. Ja! Ja? Ja. Oké. Okay. Dit is de laatste keer dat jij bent. Wow. Nou. Ja, ik ga het tegen Bart zeggen. Bart! Hoe wil ik? Ik heb geen idee wat ik moet zeggen. Niet hard praten, hè? Oké, nu! Oké. Bart houdt graag van seksspeeltjes ofzo. Origineel gezien was het, dit is de laatste zin en deze ga je raden. Ik had hem dus nog best wel ook. In het begin had je het goed, maar het lijkt ook wel op Bart houdt van seksspeeltjes. Ja. Iedereen zegt gewoon een beetje waar die mee in zijn hoofd zit. Kleine meisjes, seksspeeltjes. Wil je deze gekke man vaker zien, dat kan zeker, dan moet je even naar youtube.com/. Bonkers! Ja, en laat in de reacties achter wat wij met Kelvin een keer moeten doen op Bonkers. Ja, doe maar. Ik zet de comments gewoon uit op deze video. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je elke dinsdag om 4 uur een nieuwe video wil zien. En dan zie ik je gewoon volgende week. Tot later! Stel u voor, hè? Stel u voor, uw vriend heeft schaamluis. Hoe behandelt u dat? Ik ben een jongen, ik ben een ander. Nee. Ja, eten, hè? Wat stom. Oh! Ja, net zat er geen biet bij. Oh. Nu wel. Deze bieten, jongen. Zeg ik je.